Sugeng dalu Bapak saha Ibu para pamirsa lan pamiyarsa. Sugeng ketemu meneh ing acara Wawan Sabda liwat Garuda Televisi. En van harte goedenavond kijkers en luisteraars en van harte welkom bij deze aflevering van Wawan Sabda via Garuda Televisie. We willen alvast u bedanken voor al de reacties van de afgelopen 2 afleveringen. We hebben zeker alle adviezen meegenomen. En ook vandaag staan we klaar om enkele items aan u te presenteren. Ons eerste item is een item met een cultuurkenner. Een deskundige op het gebied van de Javaanse cultuur. Ik moet mijn woorden uitkiezen, want ik moet echt weten waar ik over praat. Een man die de tradities en gewoontes bij de Javaanse cultuur kent. Een man die altijd klaarstaat om anderen te helpen. Zoveel studenten heeft begeleid bij scripties en al. Een man, een zeer wijze man. En tot op dit moment de enige wayang-bespeler in Suriname. Althans, er zijn ook anderen, maar die zijn nog komende. Ik zal het hebben vandaag met Pa Sabda So Bawiro. Papa, sugeng dalu Pak. Lan sugeng ketemu in acara Wawan Sabda. Monggo. U heeft gehoord, ik ben heel voorzichtig, want u bent een cultuurkenner. Iso basa Jawa, iso basa Londo. Dan kula uga matur nuwun anggone Bapak gelem rawuh ana ing kene. Iki lintang-lintang iki gumebyar to, Pak. Ana tamu kaya Pak Sabda. Pak, we gaan vandaag praten over Bersih Desa. Ya, waarom Bersih Desa, Pak? Oh iya. Ning sadurunge uga aku arep ngaturake marang aku angsung prembage marang para mirsa kabeh ana ing seluruh Suriname. Dat wil betekenen langs deze groet ik alle kijkers van harte toe. Ya. Ya, Pak. Iki saiki aku arep mangsuli bab perkara Bersih Desa ya tandaan. Ya, Pak. Bersih Desa iku awake dhewe lair ning Suriname iki digawa karo nenek moyange wis ana. Lah saiki tak cekak wae Bersih Desa iku nganggo tembung bersih is hoon maka apa ngesi'i desa is plaats van bestemming nek cara landane. Dadi iku nganggo tembung penduduk. Penduduk iki ndi sing dinggoni, penduduk kono apa penduduk Komowene, apa Saramaka, apa Lilidor, maiku eneng jenenge. Anange penduduk iku sing akeh mesti neng bumi. Lah bumine sing dinggoni iku terus eneng jenenge, iku nek wong Jawa ngarani desa. Ya. Lah bumi sing penting banget iku mau eneng Bersih Desa iku mau nek neng tembung Bersih Desa iku ora mung bersih tok disuceni tembunge nek cara Londo iku wis ning babagan ritual utawa apa iku mau wis ning ngajeni karo bumi iki mau this is reinigen lho okay. Skoon maken karo reinigen siji lah mulane bumine kuwi di reinige di upacara amarga tembung bumi penting. Bumi dinggoni, bumi ditanduri, metuai dipangan, is futsal, yes. Is fooding. Okay. Bumi dikotori sama dino, bumi dikeduk-keduk ngkei blonjo. Tok, kaya mas, inten, lengol, lansa inten. Loh, lah, mulane setahun sepisan, perlu ngajeni ibu bumi, jenenge Mother Earth. Oke, okay, Pak. Yeah. Bij de Javanen heb je dan de Bersih Desa. Maar u weet, in andere culturen heb je ook de Mother Earth, de grondmama. Yeah. Kunt u dat even, kunt u even uitweiden in de Nederlandse taal? Ja. Zeker wat de andere cultuur betreft. Zodat de anderen die kijken ook weten dat wij dat ook respecteren. Oké, kijk, het woord Mother Aarde is een van de belangrijkste voor de mensheid. Wanneer een kind geboren, toch?
en het Javaan zegt medun lemah. Dat betekent vroeger was bij de moeder, de moeder, bij de schoot van de moeder is moeder, maar wanneer je dan medun lemah, dat betekent je bent nu op aarde, je kan niet zonder aarde. Ja, het komt een tijd dat je in de aarde gaat. Yes. Ja toch? Yes. En dat is zeer belangrijk bij de mens om de aarde te respecteren. Ja, want de aarde, die, ik heb het al uitgelegd in het Javaan, de aarde is zeer belangrijk, van eminent belang bij de mens. En vandaar eens in een jaar, die moet geëerbied worden. Daarom Verenigde Naties heeft ook aangekondigd, the day of the earth. Yep. Ja toch? Ja. En day, ja. Daarom juist alle culturen, de mens vooral, degene die dat begrijpen, die begrip hebben en begrip kunnen tonen wat aarde betekent. En vandaar bij Javaan is onze voorouders al eerder met de persitiso. Oké, pa. Okay. Ik heb ook opgemerkt, ja. Jan ono persitiso, als een persitiso is, is er ook altijd wayang. Wayang. Waarom, pa? Oké, wayang ya. Yeah. Iki tak cuplikke dhisik. Keterangane songko UNESCO. Is een verklaring van UNESCO. Iki ngomongake cara Inggris ya. Kena toh? Monggo, pa. List of masterpiece of the oral intangible heritage of humanity. Iki verklaringe UNESCO. Nah, saiki cara landane, lijst van meesterwerken van het orale en immateriële erfgoed van de mensheid. Iku tegese wayang. Dadi wayang iku dianggep sakwijine tontonan nek wong Jawa ngarani edipeni. Dadi isine iku mau amarga iku wis nganggo jenenge immateriële iku seneng rohanian. Kesok is een geestelijke deel van die wat yang gebeuren, ya, is een erfgoed sehingga wae warisane nenek moyang kita mulane dianggap karo UNESCO. Yeah. Iku wayang. Lah saiki wayang. Wayang iku is een schemal spel. Ya, dadi ning kene iki mau the wayang as levensfilosofie van ideeën in. 2. Wayang vertoning zien als een symbolische gebeuren van de schepping. No. Wayang, voor de Javaanse versie van Mahabharata, Ramayana, in het repertoire opgenomen. 4. Wayang heeft een mystiek religieuze achtergrond. Of een marionettentheater. Iku ujare. Dadi wayang iki nek cekakan, nek cara Jawane iki tak cekak wae, tontonan dadi tuntunan. Dadi yes. Ku mau tuntunane sing padha nonton isiku nek cara landane father maker of a leiderat. Wis, iku tegese wayang. Ja. Yeah. So a list om naar u te luisteren. Look. U bent een heel wijs man en anderen kunnen heel veel van u leren. Mm-hmm. Maar pa, er is u bent dan talang. Ja, yeah, talang. Dit, ja, dat gaan, op dit moment weet ik dat u de enige talang bent. Ja, en Oliane, ja, maar zijn nog in de leer. Kunnen misschien nog niet een hele avond optreden. Nee, ono talang, je moest die ono sing nyanyi, ono sing den. Oh ja, apa? Oh, oke. Okay. Ya. En waarom dan? Talang. Ya. Oke, okay. Yes, talang. Talang itu perlu diupamake sing ditonton toh, nek Jawa. Iya toh? Iku the vertoner. Of bisa uga ngarani the dalang is like a medium. Medium iki sing ngubah ngusikake, sing nguripake wayang, sing mateni wayang, sing iso ngomong ya sangka dalang. Dalang is a medium. So saiki nek dadi dalang iki sing perlu ngerti ya. Dus eigenlijk wat een dalang moet kennen en weten en kan en kunnen. Ik wil het cara landane, ya. De dalang, ya. So dus betekenen, ya, een onderrichter in het heilige teksten of wijsheid. Cool. Hici. Loro, een beschermer van geestelijke waarden en beschermer tegen onrecht. Londo, ya. So, nah, saiki. Dalang iku mau onderrichten, sing perlu kei pitutur. Dadi perlu apa iku iso nuturi dayane sangka wayang karo sing men ngrungokke men bisa entuk
Dadi nek nonton wayang iki ora ketang sak kecap rong kecap mesti nggowo mulih. Lah, saiki the beskermer tegen geestelike warden and beskermer tegen onrecht, ya. Iku dalang iku iso ngritik. Mah perlu ngerti le ngritik. Ya, mulane iki mau diomongke nek darange have a mystic religious achtergrond. Desiku babakan mistik iku ngelmu gaib. So, dan religi iku kepercayaan utawa piandel. Dadi iku kabeh iku dalang perlu duweni ngerti. So, lah saiki dalang iku nek cara jawane sing oke karepe iku dalang iki ngudal-udal piwulang. Om delir the first preden. Nah, saiki dalang padha karo regisseur sing nata apa iku mau lakon-lakon. Dalang is bukan aktor komedi. Dalang is dramaturg. Perlu ngerti gawe lakon susah bunga. Lah dalang is for drakunstenar. Dadi perlu iso ngupacara. Dalang is humoris. Perlu gawe iso ndagel, iso gawe banyolan. Dalang is ook imitator. Imitator iku perlu ngerti tembung etimologi. Dadi iku isen apa iku saya kena diarani on word of legende. Dadi imitator iku perlu duwe swara akeh. Sak eneng-enenge wayang perlu iso gawe swara and swara standar. Dalang perlu sanger. Dalang is ook entertainer. Tegese iku badutan. Dalang is a musicus. En dalang is dus heel veel omvattend. Ja, is letterkunde. Yeah. Talenkenner. Oké. Heel veel. Yeah. Nou, we komen dan terug op die persis deso. Ja. Lek is op persis deso, ik is op kapan pak? Aku lekas besi deso tanggal 13 Augustus. Neng Taman Rejo. Yeah. Terus 20 Augustus. Neng Yakhlus. Neng 27 Augustus. Neng Domburg. Oke, iya. Dus miwiti tanggal 13 Agustus, 20 and 27 as last. Tembu ana nang liyane kurang ngerti mak. Sauntara iki aku wis kecatet. Wis kecatet. Ma dat is in een bepaalde periode, no, Pak? Iya. Dat di persis desa wae. Persis desa is we have an year of 12 maanden toh. Dadi rolas sasi sing sesasi iku mulane digawe sesasi jenenge sasi selo, the selo selaning, atesen an apa iku mau an spasi spesial gawe bersih desa. Janjane selo iku jenenge ya dul kaida ya nek mak sing wong Jawa sing akeh nek sasi selo perlu ngersi ibu mine. Ngono. Yes. Oke, okay, and then there's an hele mond vol. Dadi muka-muka uga iso Bapak soho ibu iso do nonton. Iya, sing tak suwun ya. Iya, bisa sing nonton. Ini wigati sing okay. Nek dunung leh kung meratelake jelas-jelasake isine iya. Kabudayane tinggalane nenek moyang wayang iya. Dalang iki mau. Sakjane ngono nek kudu ngomongke wayangku kudu engluk suwengi ya Pak amarga this feel on father. Iya, iya, iya. Iya, and I hope that er een keertje gelegenheid is dat er ook voor jongeren en anderen een ruimte is. Dat papa kan uitleggen er op. Want het is levensfilosofie. Ja, levensfilosofie. Ik wil wel beëindigen. Kijk naar uw trui. En ja. Ik weet dat dat Kadot Kocha na Iwerekutoro. Yes, Kadot Kocha. Spirit of Java. Yes, oké, okay, prima. Pa, ik wil het beëindigen. Maar ik wil een, hoe noemt men dat ding bij de telling weer? Een solo hebben. Ja, van. Ja. Mag ik van u een kleine solo hebben? Ja, altijd. Ja, alsjeblieft. Ja. En daarmee wil ik dan dit deel. Ja, ik naar wayang, jejeran, arep jejeran, arep jejer gae, arep nek cara landane dialog. Ya, iku jejer peraturan utawa pocapan. Iku lho di Sulu Indise. Yes, monggo Pak. En Sulu beteken an is an aankondigen lied. Wat komen gaat. Oké, op die dalang op die wayang presentatie gaat het een aankondiging zijn, maar voor deze presentatie gaat het een afsluiting zijn voor mij, voor de kijkers. Mustiko mustikaning rosso
Iku urip sejati, sejati ne urip. Om agawe kelar kulong. Om saindenging jagat raya. Doe ik in geen 10 jaren na, ook niet in 20 jaar, moet je gegeven zijn. In het eerste gedeelte heb ik gesproken met de cultuurkenner Baba Ki Sapto So Pawiro. Hij zei tegen mij, mijn achternaam is direct een groet. Wat heet So Pawiro? En als je dan zegt, hey So Pawiro, fa, dus dan is het meteen een groet. Ik hoop dat u wat heeft kunnen opsteken. Ik zeker wel. En ik vergat erbij te vertellen dat hij mijn guru is. Zeker wat woorden betreft. Als ik soms vastzit met een woord, dan vraag ik hem, pa, wat betekent dat? Wat betekent dat? En hij zegt ook altijd, iemand die vraagt is knap. Maar iemand die niet vraagt, blijft dom. Ik dank u voor dit gedeelte.